Het is voor de Nationale Partij Suriname, de NPS, een zorgpunt dat de regering nog niet is begonnen met het terugbetalen van de lening die zij vorig jaar heeft genomen bij het Oppenheimer Fonds. Deze mededeling deed voorzitter Gregory Rusland vandaag bij de installatie van de Commissie voor Herstel en Wederopbouw van Suriname. Tijdens het jaarlijks partijcongres op 27 mei heeft de politicus beloofd deze commissie te zullen installeren. Vandaag loste hij deze belofte in. Voor de installatie gaf Rusland een uiteenzetting over de economische situatie in Suriname. Vooral de terugbetalingen van de verschillende leningen die de regering heeft genomen is het grootste zorgpunt. Ik wil op dit moment een ander punt aanhalen. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat wij hier op ons congres toe hebben aangekondigd dat staatsolie meer dan $300 miljoen dat weekend had overgemaakt naar de overheid. En we hebben toen onze bezorgdheid uitgesproken. Omdat wij zeggen dat als dat geld niet op een goede manier beheerd wordt, dat onze samenleving in nog grotere problemen terechtkomt. We weten dat een groot deel van de lening komt van Oppenheimer. Een lening die geldt voor 10 jaar tot 2026. Met een rentepercentage van 9,25%. En wat we zien is dat die regering, inderdaad, als we de afgelopen weken bekijken, want na onze bekendmaking is er wel binnen 2 uur een verklaring gekomen vanuit de regering van dat ze inderdaad dat geld ontvangen hebben. Maar Oppenheimer, dames en heren, is niet betaald, voor zover wij die informatie hebben kunnen krijgen. Rusland merkte verder op dat steeds wanneer Suriname in een economisch slot terecht is gekomen, de NPS en haar partners de economie weer op gang hebben gebracht. Hij stelt met volle overtuiging dat het volk in 2020 aan zijn partij mandaat zal geven om onder andere de economie te herstellen. Daarom moet de Commissie voor Herstel en Wederopbouw van Suriname nu al aan de slag. En het is goed om aan te geven dat deze commissie dus nogmaals vandaag wordt geïnstalleerd en bestaat uit de volgende personen. Wij hebben mevrouw Stephanie Bram, mag ik u vragen om op te staan. De heer Ronald Assen. De heer Gerald Paviro Reggio. De heer Rick van Ravenswaai. Mevrouw Marie Levens moet ik verontschuldigen. Ik heb er enkele dagen terug gesproken. Ze is met een opdracht in Washington. Ze had er heel graag bij willen zijn. Maar we hebben samen gezegd van luister, we willen zo snel mogelijk aan het werk. En we gaan dus vooruit met het installeren van de commissie. Want ze is 4 juli terug. Maar we hebben afgesproken dat we dus niet gaan wachten, maar dat we voortgaan. Maar mevrouw Marie Levens. NPS-voorzitter Gregory Rusland vandaag bij de installatie van de Commissie voor Herstel en Wederopbouw van Suriname. De overige leden zijn Irshad Fata Mohamed, Michael Persoud, Ivan Fernald, Fred Ramsing, Winston Jesruen en ex-president Ronald Venetiaan.